Jongens, welkom bij een nieuw video op mijn kanaal. En vandaag gaan we mijn lokker en mijn statistieken laten zien in Fortnite. Oké, okay, dus welkom bij mijn video deze. Ik heb hier dus heel veel naar gevraagd. En ik denk van ik maak deze video dus smash. Laat ik met deze video gaan voor de 200 likes. Haal ik niet heel vaak op een Fortnite video. Laatste tijd wel. Dus smash die like even en dan gaan we kijken of we het kunnen halen. Bij level 92, 400. Uh, ik denk dat ik level 100 wel kan halen. Duurt nog 8 dagen. Kan, kan, kan. Wordt wel krap. Dan gaan wij even kijken. Wij gaan natuurlijk als eerst. Gaan we naar mijn lokker. Stats. Nee, we doen eerst de stats. Ik denk een lokker. Dat, dat is meer elkaar aangevraagd. Dus we gaan naar mijn statistieken. Ik heb nu. 99 solo wins. Ik heb. 122 duo wins. En ik heb. 125 squad wins. En dat maakt hem in totaal op een. Rond de 345, zoiets. 345, ja, zoiets wel. 345, 346, zoiets. Daar in de buurt. In totaal, uh, ja, in totaal. Account level is 312. En verder, uh, was dit mijn statistieken niet heel speciaal of zo? Niet heel veel. Uh, ook niet weinig, moet ik zeggen. Want ja, er zijn ook veel mensen die niet echt uh, yeah, 100 wins aan kunnen tikken. Uh, ik zou zeggen, oefen lekker met de playground. De nieuwe game mode. Uh, Itemshop, dit van vandaag. Tenminste, voor mij vandaag. Misschien wordt dit een andere dag dat ik hem laat opnemen. Uh, online, staat bedoel ik. Dan gaan we hem mijn lokken. En ik denk dat het slimst is. Ik gebruik deze uh, als. Ja, bannen zeg maar. De fire, ja. Het komt een beetje als vurig over. Ja, het slaat ook helemaal nergens op. Um, ja. Wel hebben we hier mijn backbling En dat is. Uh, laten we beginnen bij de backblinks. Nee, 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 nee. nee. We gaan eerst beginnen bij de dansjes. Nou, 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 gaat lekker. De dantjes is. Niet heel speciaal. Ik denk dat dantjes ook het minst is aangevraagd. Het gaat alleen vaak om de skins en de backblank. Dus. Hier moet je maar even een beetje doorheen scrollen. Dat is niet heel speciaal, want de meeste zijn van de Battle Pass. Uh, heb ik dantjes extra gekocht? Mm, ja, alleen heb ik deze. Mm, die niet. Die ook 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 niet. Nou, er zit een dansje die ik heb gekocht. Maar waarschijnlijk zit hij hier ergens tussen. Ehm. Uh, het maakt niet zoveel uit. Volgens mij was het Sani. Wat staat hier wel tussen of niet? Ja, deze. Die heb ik gekocht. En dan gaan we al gelijk door richting naar de loading screen. Spreekt voor zich allemaal. Dan hebben we hier de. Uh, de control. Dus dat, uh, wat eruit komt, zeg maar, wanneer jij naar beneden springt. Spreekt ook, denk ik, voor zich. Het is allemaal een beetje hetzelfde zoals wat in de Battle Pass zit. Hier mijn gliders. Ik heb geen één glider gekocht volgens mij. Ik heb ze allemaal van de Battle Pass. Uh, deze is ook van de Battle Pass volgens mij. Alles is volgens mij van de Battle Pass. Dus ook een beetje standaard qua gliders. Hier hebben we de tools die ik heb. Allemaal standaard. Behalve heb ik de Plunja. Hier is hij. Die heb ik gekocht. Uh, ja, ik vond hem toch wel iets wat, ik vond hem toch iets wat hebben. Dus ik denk van uh, deze gooien we. Mm, ook van de Battle Pass volgens mij. Dus ik heb één Blackbane. Back, back ik heb één uh, zo'n tool heb je gekocht. En verder is het ook gewoon standaard. Dan gaan we dan met Backblinks. En. Ja, op zich wel nice. Want we hebben bijvoorbeeld hebben wij de Black Shield. Die komt van de Black Knight. Ik laat, daarbij laat ik zo de skins zien. Uh, en hier hebben we allemaal verschillende Backblinks. Die horen bij vers verschillende skins. Die ik nu aan jullie laat zien. Oftewel, mijn skins. Mijn outfit. Mijn outfits, moet ik zeggen, van mijn locker, zijn het volgende. We hebben beginnen met de Snorkelops. Naar de Royal Knight en de Blue Square. Die was van seizoen 1 of 2, volgens mij. Seizoen 2, volgens mij. Um, toen, was, toen, toen vonden we allemaal zo ziek, allemaal. Um, ja, nu denk je eigenlijk van, um, waarom vonden we die vroeger zo ziek? Ehm... Um, Absolute Zero heb, had ik gekocht vroeger. Ik, toen vond ik hem nog nice. Ik gebruik hem nooit. Uh, de Zoe. Op zich wel redelijk. Wingman. Gebruik ik niet. Uh, Squad Leader. Gebruik ik ook niet. Van de Battle Pass natuurlijk. Sporker Specialist heb ik heel vaak gebruikt. Maar toch. Het uh, zijn ziekere skins. En ik, ik, heb, ik gebruik hem soms nog één keer in de week of zo. Maar verder niet mijn favoriet. Hebben we hebben hier de Rust Lord. Absoluut niet. Nee, dat die speel ik nooit mee. Moonwalker ook niet. Mission Specialist ook niet. Dan hebben we hier een speciale skin. En als je dat hier kijkt, willen jullie er even achter laten of hij echt speciaal is, want ik weet niet of deze koekjeskin nou echt speciaal is of niet. Volgens mij heb ik hem destijds heb ik hem gekocht. Maar dat weet ik ook niet meer zeker. Of nee, het was niet uit de battle pass? Nee, ik heb hem gekocht volgens mij. Maar alsnog deze blijft sick. Ik heb hem niet heel vaak aan het komt omdat hij ja, opvalt, valt wel op. Op, op zich wel mee, maar het is niet echt een skin wat, vind ik, wat, wat fijn speelt of zo, maar hij is wel speciaal, dat is wel zeker. Elite Agent, altijd nice, komt uit de Battle Pass, maar ik vind hem echt heel dope. Hij speelt gewoon lekker, hij is clean. Uh, Blue Striker speel ik nooit mee. Hetzelfde als de Battle Hawk, speel ik ook nooit mee. Je hebt nu Vertex, heb ik laatst gekocht, vorige week volgens mij. Um, nice, hij had, kijk, ik dacht hij is lelijk. maar op zich hij beviel me nog redelijk goed. Um, dus ik ben er op zich nog wel, wel blij mee. En daarbij hoort natuurlijk ook die. Sikke Backbling. Back dat is. Om precies te zijn, is dat deze Backbling. Dus op zich, uh, is het wel grappig om erbij te hebben voor je collectie. Um, ik gebruik hem ook nog wel redelijk dagelijks. Dus. Um. Deze gebruik ik ook nog redelijk vaak. Komt uit de uh, Battle Pass. Ik vind hem gewoon clean. Ik vind hem gewoon lekker spelen. De Vader. Gewoon prima. Skin. Blockbuster. Oftewel, oh, de Visitor. Gebruik ik echt niet. Ik heb hem maar één keer gebruikt. Dus het is niet echt uh, mijn favorite skin, zeg maar. De Omen gebruik ik ook heel vaak. Daar hoort bij natuurlijk deze Backbling. De Ominous Orb of zo. Redelijk een sicke Backbling. Dan hebben we hier de Omega. Gebruik ik bijna niet. Ik weet niet wat die skin. Ja. Omega is op zich nog wel sick, maar ik vind hem een beetje dik, zeg maar. Beetje. Ja, zoals deze skin, de Omen en de Fate. Zijn clean. Gewoon lekker clean. En daar hou ik van, van zulke skins. Net zoals de Dark Creator. Die gebruik ik echt niet. Ja, hij is gewoon zo. Ja. Het is niet mijn skin. De Corbright. Kan ermee leven, maar gebruik ook niet. Uh, Black Knight. Van seizoen 1 volgens mij is dat nog. Of, of seizoen 2. Weet ik niet eens meer. Um, gebruik niet. Maar hij blijft natuurlijk wel een speciale. Uh, speciaal moet ik niet zeggen. Hij, want hij blijf, Hij is niet speciaal. Maar um, hij blijft natuurlijk wel redelijk sick. Battle Hound was speciaal totdat Fortnite hem in de shop bracht. Dankjewel Fortnite. Ik had hem namelijk al. En toen bracht Fortnite hem in de, in de shop weer en nu is hij niet meer speciaal. Erg jammer. Ik hoop dat niet dat het bij de Merry Marauder gebeurt. Want dan ben ik gewoon echt rip. Hebben we hier de een techniek? Gebruik ook niet. En hebben we hier de Reaper? Gebruik ook wel redelijk vaak. Dus wat mijn favoriete skins zijn. Ik weet niet waarom ik deze als favoriet heb. Maar mijn favoriete skins zijn een beetje. Uh, ja, deze valt ook nog wel net onderonder. Onder. Uh, deze op zich wel. Uh, deze. En deze. En deze. Dit is ongeveer een beetje mijn favoriete skins. En. Um, laat ook weten of het jullie. Jullie mogen allemaal, als jullie tot hier hebben gekeken, want dit is het einde van de video, dat jullie mijn lokker een beetje nice vinden. Valt mee qua skins. Um, ja, het valt erg mee eigenlijk. Maar ja, ik kan er ook niet van maken. Ik heb best wel redelijk veel legendaries gekocht. En want ja, ik, vind, ik, heb, ik, ik hou meer van wanneer er een skin uitkomt. Die zijn ook vaak wel het meest ziek zeg, ziek, zeg maar. Dus vandaar. Maar jullie mogen, als je het hier hebt gekeken een skin achterlaten welke jullie het vaakst en het mooist vinden. Dus het vaakst gebruiken en het mooist vinden. Laat het even weten in de het, in het comments. En um, laat ook even een reactie weten wat je van de video vond. En dan hopelijk jullie te zien in de aanstaande volgende video. De aanstaande video, dat is al de volgende video. Dus jongens, later.